Leerlingen van het Miranda Lyceum hebben vanmorgen bezoek gehad van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Dit schoolbezoek is onderdeel van het beleid van de regering om de maatschappelijke betrokkenheid te demonstreren. Ramdien heeft voor het Miranda Lyceum gekozen omdat hij ook student daar is geweest. Sanjeet Kalika, die namens de scholieren het woord heeft gevoerd, stelt het bezoek van de minister erg op prijs. Ik vond het best wel goed dat hij het initiatief heeft genomen om te zien hoe het op de school gaat. En, want de meeste mensen doen dat niet om te kijken, want meestal vanuit de afstand doen ze dat. Maar dat hij persoonlijk is gekomen uit zijn kostbare tijd om te zien hoe alles hier van gang is. En om een oplossing ook aan te bieden en ook in de toekomst weer te komen, want hij heeft zijn woord gegeven. Dus ik vind het echt lief en goed van hem dat hij zo komt. Hij heeft een aantal goede punten aangehaald waarbij... Ik vond een van zijn theorieën, waarbij hij aanhaalde dat je theorieën en zo leert op school, maar niet allemaal zijn van toepassing in het echte leven. En daarom wil hij ook een vak laten komen vanuit jongs af uit, zodat je leert over hoe je eigenlijk een burger moet zijn en wat je doel is in een samenleving. Sanjeet Kalika, die namens de leerlingen het woord heeft gevoerd. Schoolhoofd Erfina Sarah Commissie maakte gebruik van de gelegenheid om enkele problemen waarmee de school kampt aan Ramdien voor te leggen. Ze noemde onder meer de uitdagingen die het digitaal lesvolgen met zich meebrengt. De leerlingen zijn niet allemaal gefaciliteerd. Er is een kleine groep die bijvoorbeeld geen laptop heeft, geen wifi thuis heeft. En je hebt ook leerlingen die niet eens een mobiele telefoon heeft. Dus die groep proberen wij ook op te vangen op school. Maar we kijken ook uit naar oplossingen voor hun. De leraren, een deel is intussen al getraind om de online lessen te geven. En we hebben nog een deel die getraind moet worden. Maar met de economische situaties kunnen ze het niet allemaal permitteren om de training te betalen. Dus ook daarvoor zoeken wij een oplossing om alle leraren te trainen, zodat zij de online lessen efficiënt kunnen geven aan de leerlingen. Directeur Erfina Sarah Commissie van het Miranda Lyceum. Minister Ramdien heeft aangegeven dat hij de problemen zal doorgeleiden naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.